Burgemeester van het jaar 2019 is Annemiek van Vleuten. Heel mooi om je naam nog een keer in die rij te zien staan. Daar ben ik wel heel trots op. Ja, je ziet wat voor namen er staan. En een aantal jaar geleden had ik nooit gedacht dat mijn naam er ooit tussen zou komen te staan. Maar eigenlijk kon het toch ook niet anders. Als je kijkt wat voor fantastisch jaar jij achter de rug hebt. Luik Bastenaken Luik gewonnen, de Strade Bianche, de Giro Rossa en natuurlijk wereldkampioenen geworden. Ja, we zijn wel de andere genomineerden van het ook wel aansprekende resultaten hebben. En het is soms ook het wegwielrennen wordt dan net wat meer soms lijkt het gewaardeerd dan de andere disciplines. En dat, daar is het ook wel een beetje appels met peren vergelijken soms. Maar denk je dat het echt komt door jouw prachtige solo op het WK? Ik denk wel dat het een hele aansprekende manier was om misschien die titel binnen te halen. Ja. Dus dat maakt het voor mij in ieder geval ook wel extra glans. Wat wordt jouw grootste doel volgend jaar? Ik denk eigenlijk gewoon echt drie doelen heb volgend jaar. Olympische Spelen is er zeker één van. Maar eerst ga ik me volledig focussen op het voorjaar. Ik moet me eerst ook maar gewoon zien te selecteren voor de Olympische Spelen. En dat moet ook gebeuren in het voorjaar. Dus ik zou zeker die wedstrijden niet over willen slaan. En dat vind ik eigenlijk ook hele mooie wedstrijden. Daarna hoop ik dus Olympische Spelen en het WK in Martigny is ook echt wel een parcours dat heel erg op mijn lijf is geschreven. Toch denk ik dat jij Tokio 2020 echt op het hoogste verlanglijstje hebt staan, of niet? Nou, niet per se. Nee, toen het mij van tevoren voor het WK eigenlijk al werd gevraagd, zou je liever Olympisch kampioen willen worden of wereldkampioen, heb ik geantwoord wereldkampioen. Zeker ook omdat je die trui heel jaar aan mag. En voor mij is dat ook echt een hele aansprekende titel. En je rijdt dan met een peloton van 150. Op de Olympische Spelen rijden we met 61 of 68. Het gaat een hele andere wedstrijd zijn. En het parcours is ook iets minder op mijn lijf geschreven misschien. Maar ja, natuurlijk, het is zeker een heel groot doel. Ja, maar ik denk omdat je misschien Rio nog in je achterhoofd hebt. Daar was je bijna Olympisch kampioene. Ja, je moet een soort van revanche willen nemen, toch? Dat is wel wat iedereen wat in de mond wil leggen. Maar ik ben er zelf totaal niet mee bezig met revanche op Rio. Ik wil wel heel graag schitteren op Tokio Olympische Spelen. En dat staat op zich volledig los van Rio, wat dat betreft.